Goedenavond. Donderdagnacht is het lijk van de oud-president van Cyprus opgegraven en gestolen. Ik wil nu al weten wie die vriend van Theo Maassen eigenlijk is en waar die donderdagavond was. Dit was er nog meer in het nieuws. Ouders willen geen van beiden verantwoordelijkheid nemen voor opvangkind. Marokkaanse porno-site weer in de lucht. Pedo probeert Eindhoven alsnog binnen te komen. Wibi geeft intiem kerstconcert voor zijn vrienden. Yolanthe, Cabau van Kasbergen heeft komende week eerste golfles. Welkom bij Dit Was Het Nieuws. En volgens Amerikaans onderzoek vallen mannen niet op vrouwen met extra lange benen. Onderzoekers uit Papua-Nieuw-Guinea betwijfelen dat. De gasten van vanavond, naast Raoul, een historicus die gespecialiseerd is in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. En hij is een groot liefhebber van de Donald Duck. Dat is natuurlijk ook bijna hetzelfde. Maarten van Rossem. En naast nou als maar gezegd, maar ik ben tegenwoordig, en ik was vroeger een groot liefhebber van de Donald Duck. En die verhalen, Bettina, of? Van de verhalen van Karl Barks. Maar van de verhalen die niet van Karl Barks zijn, ben ik helemaal geen grote liefhebber. Dus waarvan de achter? Ik lees dat blad al, ik schat toch al een jaar of 40 niet meer. Waarom? Ja, je wordt voortdurend achtervolgd met even, dingen. Zou de andere gast even doen? Niets dan, met de werkelijkheid van doen. Maar ik onderbreek je, ik doe nog even een gast. En dan beginnen we met de eerste ronde. Ik begrijp dat we alle tijd hebben omdat 2/3 weggeknipt wordt. Goed, dank je wel. Sterker nog. Ja. Dit zeker. Dus, Nou, je moet wel die 2/3 moet je wel hebben. Ja. Anders, heb je, anders heb je niks gemist. Nee, is waar. Maar dan wil ik ook wel even iets zeggen hoor. Nee, je bent gewoon. De mensen weten nou niet echt wie je bent. Ja, kan mij dat schelen. Nee, nou, niet voor wat ik na zeggen. Nee, hij wil dat zeggen. Wat wil je zeggen? Nou, ik vind het echt niet kunnen. Zo'n grap van die Marokkaanse porno. Dat is toch. Het is misschien best leuk, maar het is ook heel lullig. Dat kan toch niet? Dat kan je toch niet doen? Niet? Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Gewoon iedereen een goed voorbeeld geven. En iedereen maar gewoon serieus nemen. Maar ik goede grappen. Dus nou, dat weet ik niet. Ja, ik vind Houd toch, het even ik vast, het dan gaan we zo kunnen. Door. Ik word er gewoon pissig van. Het is wel leuk dat voordat het begint... Ja. Ja. Dat er een gast weg is die nog niet aangekondigd is. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou dat veel goed idee vinden. En naast aan Jaap misschien wel Nederlands meest controversiële filmmaker. Hij ging naakt de straat op om de reacties te filmen. En hij maakte toneel met masturberende junks en alcoholisten. Ik verheug me op de komende 40 minuten. Cyrus, Frisch. Leuk dat je er bent. Ik ga niet nemen. Nou, dank voor deze staande ovatie. Maar die dingen die hier worden genoemd, dat is toch echt... Ik geloof dat het meest recente van die dingen 15 jaar geleden is gebeurd. Ik heb een hele oude pc. Ja, goed geïnformeerd. Hoe sterk is de eenzame fietser in de eerste ronde? Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over voor Raoul en Maarten? Ja. Nou ja, die beelden... Kijk, ik heb altijd het gevoel dat Al Gore steeds dikker wordt. Ja. Zodat als het water dan heel hoog komt te staan, dat hij dan blijft drijven. Zonder bootje. Dat is de truc. Toch is het gekke dat je ziet voortdurend dit nieuws, verontrustend nieuws. Maar heb je ooit gehoord van mensen die al een bootje hebben gekocht? En die op zolder een opblaasbaar bootje hebben liggen? Ja, ik wel. Ik heb er veel van gehoord. Mensen die serieus alleen nog maar hogere verdiepingen kopen. En heel begrijpelijk natuurlijk. Het doet een beetje denken aan dat bericht in de NRC, wat ik mij van enige tijd geleden herinner. En daar stond bij, Groenland smelt snel, zeespiegel stijgt 7 meter. Je denkt, 7 meter? En dat is zaak dat we nu onmiddellijk passende maatregelen treffen en verhuizen naar het Sauerland. Want dat is niet te verwerken eigenlijk. En dan sla je verder naar het wetenschapskatern waar het op aansloot. En daar stond bij dat het, als het in dit tempo doorsmolt, dan zou het 700 jaar duren voordat het allemaal gesmolten was. En dan was de zeespiegel 7 meter gestegen. Waardoor je toch een minder gevoel van urgentie krijgt. Maar dat is toch... Ja, nee, dat is net als mensen die roken. Ze weten dat als je daar nou maar lang genoeg en intensief mee doorgaat, dat je een afschuwelijke, gruwelijke dood sterft. En maar toch sneller.
Dus de, ja, de, pas, de troepen pas als er op het pakje zou worden. Zeggen, als u doorrookt, sterft u volgende week maandagmiddag om 3:50 uur. Dan pas dan zouden ze... Ik ga je even onderbreken, want jullie doen verontrustend babbelig over zo'n groot onderwerp. Raoul probeert het een beetje aan te zwengelen. Er is een grote klimaattop aan de hand, want de wereld vergaat. En dan ja, maar dit zijn de wat vind je daar nou van als historicus? Die vergaat in 2055, zijn we weg als we zo doorgaan. Nou, ik stel ik eens even bouwt. Eerst zou die vergaan in 2012. Dat is nog veel aandacht aan besteed. Dus ik denk nog, dan ga ik er toch vrij jong ga ik heen, maar alleen... Maar je bent toch al dik in de 60? Ja, maar dat vond ik toch relatief jong gezien de actuarische leeftijdsverwachting. Nee, maar laten we niet van het onderwerp afgaan. Het wordt gewoon warmer op aarde, staat vast. En wat er precies gaat gebeuren en wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Maar dat het misgaat, dat weten we gewoon zeker. Ja, en dan komen ze bij elkaar. Wat is misgaan? Misgaan is dat je deur open doet en dat er geen deur is... Maar dat er een haai voor je deur staat. Staat nog ja, wel. Ja, die kunnen dan staan. Want ze hebben dan weer gelopen en zo. Ja. En, ze zijn waarschijnlijk ook uit de Volkswagen Golf gestapt. Ja. Zo'n, die kun je ook haaikleurig krijgen. De realiteit is dat we in feite pas sinds een jaar of 15 erachter zijn... dat er sprake is van een vrij spectaculaire temperatuurstijging wereldwijd. Mm-hmm. Dat geleidelijk aan het overgrote deel van de wereldbevolking... voor zover ze tot 10 kunnen tellen, wel overtuigd is van dat feit. Geef toe, er zijn politieke partijen waar ze ook niet tot 10 kunnen tellen. En zodoende zijn ze er daar nog niet achter. En nu al worden internationaal omvangrijke initiatieven genomen... Wat overigens het interessante van het hele probleem is... dit is nou een probleem wat de hele aardkloot bedreigt. Ja. En dat dwingt dus in feite al die verschillende naties... al die verschillende groepen en personen... tot samenwerking op mondiaal niveau. We gaan nou eens even naar de klimaat in Kopenhagen. Gaat er dan wat opleveren? Ja. Wat denken jullie? Dat gaat iets opleveren, anders zou Obama niet gaan. Mag ik erop wijzen dat de vorige Amerikaanse president... voor een groot deel van zijn regeringsperiode... simpelweg ontkende dat er sprake was van opwarming... en Amerika had er al helemaal niks mee te maken. Nu hebben we een president die dat erkent... die film van Al Gore ook heeft gezien... die bereid is daaraan mee te werken. Ja, zal die daarbij Amerikaanse belangen ernstig schaden? Nee, natuurlijk niet, want je kunt niet anders verwachten. Dat hij er is, is al een zegen die ons bijvoorbeeld 5 minuten stil zou moeten maken. Dankjewel, Maarten. Ik ga even het rijtje bellen. Wat ga jij doen om je eigen 10% uitstoot te verminderen? Nou, ik wil heel graag Bush zwart sminken en hem dan Obama nalaten spelen. En die dan laten vertellen waarom hij het beter doet dan Bush het heeft gedaan. Maar dat heeft misschien weinig met dit onderwerp te maken. Ja, nee, toch leuk. Ja, maar dat mag. Ja. Je mag toch gewoon... Ja, je kunt dat ook omdraaien natuurlijk. Hè. Je kunt ook Obama wit schminken. Hè. Dat vroeger Al Jolson die... Hè, dat was ook... Ja, bedoel je ook bijvoorbeeld een kalkoen? Kun je heel veel whisky geven? Heb je ooit Sarah Palin met die kalkoenen gezien? Ja. Dat moeten jullie uitzenden. Ja. Maar daar hebben we ook geen geld meer voor. Gruwelijk stukje. Ja, dat op de achtergrond kalkoenen werden gehad. Ja. Het is wel leuk, je geeft jouw woord en je hebt meteen het verhaal, hè? Onder enorme bloedspatters. Peniskoker. Heeft mij altijd zo oncomfortabel geleken als je er ook een broek bij moet dragen. Broodje bapau. Ik ben zo, er wordt altijd veel te veel op die broodjes gedaan. Nee, dat zit erin. Dat is zo leuk. Broodje bapau is heel veel deeg en dan moet je het gehakt zoeken. Wij zouden een goed duo zijn, denk ik. Want ik weet het. Wat jij niet weet, daar weet ik weer iets van. En moet je het broodje dan eerst openmaken? Nee, je moet zoeken, je moet zo hap. En soms eet je dus uren deeg. Nou. Soms, dat doen ze ook in de fabriek. Dan zeggen ze, oh, we doen er vandaag geen gehakt in. Dan ben je toch wel... Heb je mazzel en heb je gewoon gehakt. Dan ben je toch wel een halve zool als je zo'n broodje koopt. Cyrus, ben je blij dat je gekomen bent? Nou... Het zit mij nog steeds niet lekker van die grap in het begin. Van die geiten. Wat vind jij daarvan, Maarten? Nou ja.